heb vandaag een zieke AFK experience voor jullie in Fortnite Season 4. Met deze experience kan je weer super snel levelen, de Battle Pass unlocken of dus de bonuspagina unlocken. Dus blijf deze hele video afkijken om er goed achter te komen hoe deze glitch werkt. Maar eerst laat even een like achter en abonneer op mijn kanaal met de belletje aan, zodat je niks mist van de video's die ik natuurlijk upload. En dan ben je gewoon altijd op de hoogte van wanneer ik een video upload of een experience glitch. Kijk eens aan jongens en meisjes, daar ben ik weer voor jullie in een memenschampje van Fortnite Chapter 3 Season 4. En in deze video ga ik jullie vandaag weer een nieuwe experience glitch laten zien en uitleggen, zodat jij net zoals ik heel snel kan level uppen, waardoor je bij wijze van spreken de Battle Pass helemaal kan unlocken door Spider-Gwen te unlocken, of zoals ik misschien al heb gedaan, allebei de bonuspagina helemaal unlocked te hebben. Dus ja, wil je dat nou? Let dan gewoon goed op. Maar eerst, laat even een blauw duimpje omhoog achter op deze video en abonneer op mijn kanaal met dat belletje aan, zodat je niks mist van de video's die ik upload. Dat kunnen XP glitches zijn, maar dat kunnen ook gewoon andere Fortnite video's zijn. Dus abonneer met dat belletje aan en dan ben jij misschien wel morgen de allereerste die een like kan achterlaten, omdat je dan natuurlijk gewoon first bent. En als je mij dan nog wil supporten, zou ik het gewoon heel erg waarderen als je in de Fortnite items op mijn code gebruikt. Dat is precies dezelfde naam als mijn YouTube kanaal. Ik ga hem gewoon even overtikken voor de mensen die niet weten hoe ze het schrijven. Kijk dan gewoon hoe ik op YouTube heet. Tik dat over in de itemshop. En dan support je mij natuurlijk gewoon enorm. Daardoor kan ik gewoon meer giveaways doen en zo. Dus ja, als je nou iets gaat kopen in de itemshop, zou ik het gewoon heel nice vinden als je deze code gebruikt natuurlijk. En als je hem al gebruikt, dikke SO naar jou of een dikke W voor jou natuurlijk. Maar we zitten natuurlijk hier in een main menu schermpje. En ik ga je dus gewoon weer uitleggen wat je moet doen om dus deze AFK XP glitch te doen. Want je kan dus gewoon je controller neerleggen, gewoon weggaan van je setup. En je kan dus heel veel XP unlocken. Dus laten we gewoon gelijk gaan beginnen. Ik doe mijn headset eventjes goed op. Want wat we natuurlijk moeten doen is moeten waar bij mij zero build staat richting island code. Want als we hier de island code aanklikken, heb ik weer een code voor jullie die je eventjes over moet tikken of moet screenshotten, zodat jij hem gewoon ja na kan doen en over kan doen. Dus let gewoon goed op. De code begint met 9001. Dan is het 1974. Dat is een 4. Zo, 1974. 4, 6, 5, 2, 5. Want het is versie nummer 5. Dan klikken we op enter. Dus ja, dit is de code nogmaals. 9001, 1974, 4652 en dan V5. Kijk, dan laat de map automatisch in, zoals je kan zien. Ultimate Gun Game. Nou, er staat weer een XP-logotje bij, oftewel hij klopt. Daar moet je voor kijken. Als het XP-logotje weg is, werkt de map helaas niet meer. Maar ik verwacht dat deze wel nog werkt als deze video online komt. Dus ik zou zeggen, ga hem gewoon snel doen. Maar zoals je kan zien, we moeten dus private match aanzetten of private game. Want dan zorgen we dus dat we gewoon een lobby voor onszelf hebben. En dan klikken we op play en dan gaat de lobby laden. En dan als de lobby geladen is, ga ik jullie precies laten zien wat je moet doen. Het is heel erg simpel, dus let gewoon goed op, zodat jij ook heel snel kan level uppen. Yo, wacht even. Heb jij zondag 16 oktober helemaal niets te doen en wil je mij ontmoeten? Dan heb ik wat leuks voor jullie. Ik ben zondag 16 oktober namelijk aanwezig bij DreamHack in Rotterdam Ahoy. En je hebt daar dus de mogelijkheid om een potje Fortnite met mij te spelen. Verder ben ik daar aanwezig voor meet and greets en eventuele foto's of praatjes wat je met mij wil maken. Dus lijkt je dat nou leuk? Check dan even de link in de beschrijving. Want daar vind je nog meer informatie en eventueel kaartjes. En dan zie ik jou misschien wel zondag 16 oktober. Zoals je ziet zijn we in een game aangebroken. En wat we dan weer doen is, ja, je kan 80 seconden wachten. Heb je alleen helemaal niks aan. We klikken weer op start. En dan gaan we automatisch de game starten. Of handmatig de game starten. Dus here we go. Nou, dat gaan we nu doen. Zoals je kan zien, start de game dan. Maar hij start nog niet helemaal. Want zoals je kan zien is er een countdown bezig bovenin het scherm. Je kan gewoon rondlopen. Je kan alleen niet schieten. Maar je moet die countdown eventjes af laten lopen. Want anders ja, kan je weinig doen. Dus je moet gewoon eventjes nog 17 seconden wachten. En dan ga ik jullie precies laten zien wat je moet doen. Want het is echt de meest simpele XP glitch eigenlijk weer die er bestaat. Alleen je moet wel de stappen goed volgen die ik ook doe om dus zoveel mogelijk XP te krijgen. Nou, we gaan bijna beginnen. Nog 3 seconden, 2 seconden, 1 secondje en let's go. Kijk, dan spannen we als het goed is ergens in. We gaan eerst een keer dood. Kijk, dat is allemaal goed jongens. Dit hoort er allemaal bij. Alright, dan joinen we nu in de map. Dan moet ik even kijken waar we heen moeten gaan lopen. Want eigenlijk span je elke keer random. Maar ik zou zeggen, ja, je moet dus dit ding inlopen. Maar wat ik je dus zou zeggen, is het maakt niet uit waar je spant. Want je spant altijd random. Ga, ja, zeg maar, bij deze muur eventjes omhoog. Dus dat je in de hoek staat en dan weet je dat je goed staat. Ik zal altijd even naar dit punt lopen. Want op dit punt ben je, zeg maar, gecentreerd. En is het heel makkelijk waar je heen moet lopen. Want je moet hier naar beneden springen. Dan loop je naar voren. En dan loop je eigenlijk alleen maar bij het gat naar beneden waar je naar beneden kan. Kijk, hier heb je een trap naar beneden, zoals je kan zien. Hier moet je dan naar beneden lopen. En wat je dan moet doen, is je moet rechtsboven in de hoek gaan kijken voor een geheime button. Nou, die staat er. Je moet dus indirect met deze button. Hij zit rechts in de hoek, zoals je kan zien. Je kan hem heel makkelijk vinden. Dus dat gaan we doen. We klikken op vierkantje. En zoals je kan zien, join je dan in deze soort
soort van geheime room waar je dus moet komen. Want er staan hier een aantal dingen. Er staat hier Unlimited XP button, Crash Pad Room, Bouncer Room 2, Bouncer Room 1. Nou, dat hebben we allemaal niet nodig. We moeten naar deze als eerste Unlimited XP button. Want die moeten we aan gaan klikken. Want dan gaan we de allereerste XP krijgen die er is. Kijk, nu gaat de XP als goed is starten. Nou, dit is nog niet heel veel XP, maar dit gaat dadelijk opbouwen. Want ik ga je nog iets laten zien wat je nu moet doen. En dat is dus bij de Crash Pad Room er niet op klikken, maar erop klimmen. Dus je klimt erop zoals je kan zien. En dan moet je hier rechtsboven in de hoek ook nog een button vinden. Nou, die had ik in één keer gevonden. Waar zit die? Kijk, daar zit die. Wat je dan moet doen, is deze button ook inklikken. Nou, daar gaan we. Deze gaan we ook inklikken. Zo, dan komen we in een andere room uit. En zoals je kan zien, heb je hier een timer. Je kan twee manieren doen. Ik moet sowieso eventjes erbij zeggen dat XP per player verschilt. Ik heb al een aantal potjes voor net gespeeld. Dus mijn XP die ik nu krijg gaat waarschijnlijk minder zijn dan het XP wat jij krijgt als je nog niet gespeeld hebt. Maar er zijn twee theorieën op deze map. Ik heb ze allebei getest. En dat is dat als je deze timer af laat lopen en dan op deze knop klikt, je iets meer XP schijnt te krijgen. Ik weet niet hoeveel XP het precies meer is, maar ik ben erachter gekomen dat als je gewoon op dit moment nu al op deze knop klikt, dan moet je twee keer doen, je evenveel XP ongeveer krijgt. Dus ik ga deze knop gewoon inklikken. Let's go. Kijk, dan indirect ermee. En dan moeten we nu iets meer XP krijgen, zoals je kan zien. De XP gaat nu iets sneller. Dus, wat je dan nog een keer moet doen, omdat er twee knoppen zijn, is nog een keer naar deze crashpad komen, nog een keer op de crashpad klimmen, en dus nog een keer op interact klikken hier. Kijk, daar gaan we nog een keer in. Let's go. Dus heb je nou wat meer tijd over, dan zou ik zeggen van, joh, probeer gewoon deze 10 minuten af te laten spelen. Ja, ik ga dat nu voor de video natuurlijk niet doen, omdat het gewoon heel duidelijk is. Maar als je dus dat wil doen, moet je dus in plaats van gelijk op deze knoppen drukken, wachten tot deze timer afgelopen is, dan op de eerste knop drukken en dan weer die stap doen die ik net heb gedaan. Dus weer erop klikken en dan op deze klikken. Maar nu voor deze video klik ik gewoon weer op deze. Want ja, ik wilde laten zien hoe het allemaal werkt. Nou, zoals je kan zien, hebben we die ook ingeklikt. En hebben we nu alle stappen eigenlijk gedaan die je dus zou moeten doen voor de XP glitch. Zoals je kan zien, hebben we dus nu al 14.000 XP gekregen voor echt bijna niks doen. En zoals je kan zien, je kan dus nu je controle neerleggen en eigenlijk dus gewoon iets anders gaan doen. Bij wijze van spreken huiswerk maken, school, opdrachten, eten, douchen, noem het maar op. Maar als je dat dus doet, hebben we dus een probleem. Want dan kan het dus zijn omdat jouw controller niet beweegt of jouw poppetje niet beweegt, dat jij dus uit de game gekickt wordt. Kijk, er staat nu ook een timer rechtsboven in beeld. Dus wat we nu gewoon gaan doen, is we gaan naar de crashpad room. Nu moet je dus wel deze crashpad room in, zoals je kan zien. En als we er dan dus ingaan, teleporteert die weer. En dan kan je dus in deze crashpad room heel de tijd rond blijven springen. En dus alleen maar XP blijven farmen. Want op dit moment beweegt zo'n poppetje natuurlijk. Dus kan je niet uit de game gekickt worden. Dus ik zou zeggen van probeer deze glitch gewoon zelf. Zoals je kan zien, we hebben nu al 22.000 XP. Terwijl we nog niet eens 5 minuten bezig zijn met de video volgens mij. Dus het gaat echt super snel. Als ik ook op start klik, kan je zien hoeveel XP er afgaat. Er gaat echt hoeveel XP per seconde af. Er gaat echt wel heel veel per seconde af hoor. Oh my god. Oké, lekker. Kijk, let's go. Nu zijn we weer lekker aan het springen. Dus ik zou zeggen van nu reset die weer zoals je kan zien. Dus niet schrikken als die reset, zeg maar, want dat hoort er gewoon bij. Want hij blijft gewoon doortellen met XP, zoals je kan zien. Misschien is dat gewoon het maximale cap wat in beeld kan komen. Ik heb geen idee, maar zoals je kan zien, ik blijf nu gewoon lekker rondspringen. Ik blijf nu gewoon lekker rondlopen. Dus ik kan, als het goed is, niet gekickt worden. Maar zoals ik al zei, dit is heel erg makkelijk. Wat ik je wel zou doen, is als je controller vibratie aan hebt staan, dat uitzetten. Want je controller gaat op dit moment vibreren, dus dat wil je niet hebben. En ik zou gewoon je geluid uitzetten van je headset als je nog wat andere dingen aan het doen bent. Want het is best wel een irritant geluid als je steeds die bounce pad heen en weer hoort gaan. Maar ik hoop dat ik jullie weer deze XP glitch goed uitgelegd heb. Dus ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal en wil je meer XP glitches zien, abonneer dan sowieso nu eventjes op mijn kanaal met dat belletje aan. En dan mis je niks van de Fortnite video's die ik natuurlijk upload. En dan ben je gewoon op de hoogte van elke video die ik überhaupt elke dag upload. Dus ik laat hem lekker doorlopen. Ik ga voor jullie deze video nu afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik check jullie morgen gewoon weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot dan en tot morgen. Doei iedereen!